Je bent humorloos gescheiden. Ja. Waarom moeten vrouwen alles benoemen? Ze lacht verontschuldigend. Wanneer heb je mijn vader opgezocht? Een maand geleden. Eerlijk gezegd wist ik niet dat hij ziek was. Heeft het er ook niet over gehad. Ik was verrast toen ik de rouwadvertentie las. Hij had een chemo gekregen en volgens zijn internist was hij zo goed als schoon. Maar de laatste maand bleek het toch weer uitgezaaid. Daarna ging het snel. Hij heeft me trouwens nooit verteld dat hij jou heeft gesproken. Ze vertelt niet dat ze de afgelopen maand nauwelijks contact met haar vader heeft gehad. Geen contact. Mats neemt een slok van zijn rosé en kijkt even om zich heen. Alsof hij bang is dat er meegeluisterd wordt. Ik wilde van hem weten hoe hij zich mijn vader herinnerde. Uit die agenda's, waarin hij een soort dagboek bijhield, kwam een heel andere man naar voren dan het beeld dat ik had. Niet dat ik hem echt gekend heb. Na de ondergang van de textiel is Helmig een heel ander mens geworden. Volgens Daffy, mijn zus, die 8 jaar ouder is, was hij een ontzettend leuke vader. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Ik was 4, bijna 5 toen de boel kapot ging. We hebben nog tot 75 in Enschede gewoond en aan de Martelaan, weet ze. Ja, en toen zijn we naar Wilmington gegaan, Delaware, the first state, als je dat niet zegt. Mij zei het in ieder geval niks. En ik kan niet zeggen dat ik als 8-jarige blij was met die verhuizing. Daffy bleef in Enschede om haar middelbare school af te maken. Ik was dol op mijn zus. Daffy. Typerend voor de soort. Mats en Daffy. Hockey en dispuutnaampjes.